ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ga namelijk zo meteen op vakantie. Yay! Good morning. Het is 3:00 s'nachts. En ik zit samen met mijn vriend in de auto. Want hij gaat ons namelijk naar Schiphol brengen. En ik vlieg dan straks met mijn moeder samen naar Mallorca. Dus als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een blauw duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. We zijn dus nu eerst onderweg even om mijn moeder op te halen. Maar die woont heel erg dichtbij. En dan gaan we dus naar Schiphol toe. En dan vliegen we om 5:30. Maar het is ongeveer een klein half uurtje rijden naar Schiphol. Dus we zijn ruim op tijd. Gisteren moest ik gewoon nog werken. Dus ik heb echt gisteravond nog mijn koffer ingepakt. En ik hoop dat alles is gelukt. Maar ik heb er echt heel veel zin in. Nou, wij zijn nu al helemaal door de check-in. En we hebben nu nog bijna 2:00. Ik denk dat het een 30 minuten heeft geduurd. Koffietje is alles gelukt. We gaan nu even lekker koffietje halen. Even kijken bij de winkels. Wil je nog nieuwe parfum? En dan gaan we om 5:30 gaan we vliegen. Dus we gaan nu even nog gewoon rustig eventjes zitten. Nou, wij zitten lekker bij de Starbucks. En ik heb een white café mocha. Mama heeft een cappuccino. En ze had ook lekker croissantjes gehaald. Goed van jou, zeg, dat je daaraan had gedacht. En we gaan over... Het is nu 4:30. Over een uurtje zitten we bijna aan het vliegtuig. Helemaal goed. De eerste dag ben ik altijd nog zo wit. Ja, iedereen natuurlijk. Niet heel raar. Nee, dat weet ik. Ik had eigenlijk een zonnebank willen nemen. Ik niet meer dan. Ik wilde dat ook, maar het mag niet door laseren. Dan kan je pigmentvlekken en zo krijgen. Dus mocht eigenlijk, nu is ook vandaag de eerste dag dat ik weer in de zon mag. Heel lekker. Je moet mij even vragen wat je ervan vindt van dit. Let's go! Wij zijn geland op Palma de Mallorca. Het ging echt zo snel. Het is 8:00. Kijk eens, Palma. 8:30 of zo. Het is echt. En het is heel vroeg, maar het is nu al echt heel erg lekker. Gelijk lekker palmboompjes. De koffers waren dus super snel. En we hebben dus een auto gehuurd bij Sunnycars. Of niet, bij Sunnycars toch? Ja. Ja, dus we gaan daar nu naartoe lopen. Dan hebben we gelijk de huurauto, dus we gaan niet met de transfer. En dan gaan we naar ons hotel toe. En wij verblijven in Alcudia. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, wij zijn aangekomen bij de huurauto. We huren het dus via dit bedrijf. Een witte Opel Corsa was het toch? Ja. Dus we gaan nu volgens mij 3 kwartier ongeveer. En dan rijden we naar het hotel toe. We zitten dus in de auto. En echt heel fijn. We hebben dus gewoon CarPlay. Dus we kunnen gewoon navigatie hierop doen. Dus we moeten nu nog 35 minuten. En nu kunnen we gelijk ook Mallorca bij daglicht zien. Kunnen we gelijk even zien wat er allemaal is. Maar we zijn nu eigenlijk helemaal in het zuiden en we moeten helemaal naar het noorden toe. Want helemaal naar het noorden moeten we. Nou, we zijn aangekomen in Alcudia. Het ziet er heel mooi uit. Heel groen. We zijn heel benieuwd. We moeten nog 1 minuut, dan zijn we er. Nou, wij zijn aangekomen. Maar we mogen pas om 2:00 mogen we de kamer in. Dus we gaan nu eerst even lekker een beetje ontbijten. Het is nu bijna 11:00. En even lekker wat drinken. Maar het ziet er echt heel leuk uit. Eerste indruk, een 10. Ja. Nee, oprecht. Ja, heel leuk. Dus we zitten hier. En ons hotel, ja, het zit een beetje in een soort... Ja, een soort fort lijkt het wel. Ik zal het straks even laten zien. En nu gaan we gewoon even lekker een beetje ontbijten. Nou, eet smakelijk. Voor jou ziet er heel goed uit. Hier hou jij ook van, hoor. Ja, dat vind ik ook lekker. Jawel. Heel lekker. Maar dit is echt een toetje, ja. Nou, wij hebben echt heel lekker even ontbijtje gehad. En we gaan nu even heel... Zo, en we gaan nu eventjes door het stadje lopen. Want om 2:00 kunnen we pas de kamer in. Dus ja, we gaan nu gewoon nog eventjes ons vermaken. Ik loop wel nog in mijn jongenspak, maar dat maakt op zich niet heel veel uit. Nou, we mochten eindelijk naar de kamer. En we hebben echt
een mega groot balkon. Die ga ik eerst even laten zien. Nou, balkon. Ja, we hebben een terras. Terras. Wauw. Die is heel mooi. Nou, ik ga niet fietsen hoor. Ja hoor. Lekker bankie. Kijk, en deze bedden. Heerlijk. En de badkamer. Oh, we hebben regendouche ook helemaal. Nou, dit is top. Ook mooi licht. Dat wordt erg lastig. Nee, heel mooi. Het enige wat ik wel mis. Waar kan ik mijn outfit zien? Wat ik aan heb. No. Oké. Okay. Geen spiegel. Alleen geen spiegel. Ja, hier. Ja, oké. Okay. Maar je wil natuurlijk van de hele outfit. Nou, we gaan ons even snel klaarmaken voor het strand. Dus ik heb even snel een bikini aangetrokken. Zodat we nog even lekker op het strand kunnen liggen. En ik heb even dan deze lange jurk aan. Best wel basic, maar wel heel erg leuk. Zo. Helemaal cute. Leuk, leuk, leuk. We moesten echt 5 minuutjes rijden. En dan zijn we aangekomen bij het strand van Alcudia. En ik zie al heel mooi wit zand. En een lichtblauwe zee. Een beetje... Zo, het lijkt echt een beetje... Hawaii. Nou, geen Hawaii, man. Miami vibes. Het is wel echt mooi. Uurtjes gelegen bij Alcudia Beach. Het was echt een heel mooi strand. Het is ook een van de mooiste stranden op Mallorca. Maar het zand is echt helemaal wit en het water is echt lichtblauw. Het was heel mooi. En de bedjes waren 2 bedjes en een parasol voor 18 euro. Toch? 18 of 19? Nou, 18 of 19, ik weet het even niet. En we gaan nu even lekker langs de supermarkt, want het is nu 5:10. En dan gaan we even wat dingetjes halen voor in de koelkast. En ons klaarmaken voor vanavond. Make-upje doen. Jurkje aan. Zin in. Nou, wij zijn terug. En ik ga even mijn koffer uitruimen. Dat het een beetje hier ligt. Want anders dan... Ja, het is echt een troep. Ik heb mijn koffer uitgepakt en ik heb alles in deze kast gedaan. Ja, ik heb het gewoon erin gelegd. Niet super netjes, gewoon prima. Zo, mijn schoenen heb ik dan daar liggen. En dan heb ik hier nog wat spulletjes in zitten. Gewoon een beetje simpel. Nou, ik heb even gedoucht en ik heb nu dit setje aan. Ik heb inderdaad een beetje rode vlekken in mijn nek. Maar ik weet niet zo goed wat het is. En ik ga nu eventjes mijn make-up doen. Eigenlijk moet ik hier echt veel meer gekleurd voor zijn. Maar we doen gewoon lekker een laagje make-up erop. Dan zie je er helemaal niks meer van. Eruit? Tuurlijk. Jij mag er altijd bij. Ik heb ook alleen donker foundation mee. Maar ik doe er morgen ook geen make-up meer op. Nee, ik doe sowieso nooit make-up naar het strand. Maar ik doe even die Estée Lauder, want dan ben ik wat bruiner, snap je? Zet hem niet op. En die andere niet bij me? Heb je die meegenomen? Ja. Ik vind dus die fijner voor werk en onder mijn make-up. Maar als ik op vakantie ben, deze. Want dan word ik echt gelijk een heel stuk bruiner. Maar ik vind die ook heel fijn smeren. Ja, dat wel. Maar ik vind het prijsverschil wel heel groot. Maar deze had ik nog. En ik had hem speciaal bewaard voor vakantie. Maar ik vind dus deze wordt heel bruin. Snap je? Dus dan aan het eind van de dag ben ik gewoon een beetje oranje als ik dit op heb. Oh echt? Ja, dus ik doe dit. Nu is het top. Dat heb ik nooit gehad. Nu is het top. Zo. Ik ga mijn haar niet eens doen, joh. Ik vind dit wel echt, maar maakt niet uit.
Ja, dus ik heb alleen echt best wel een beetje bruine make-up mee. Maar ja. Ja, straks over een paar dagen heb je het helemaal niet meer nodig. Nee, maar ik vind het gewoon leuk om ook een beetje mijn make-up te doen. Ik ben zo blij dat ik thuis geen witte handdoeken heb. Want elk vies ding, geen make-up ding, zie je daar toch op. Ik snap nooit waarom mensen dat willen. Nou, ik heb ook überhaupt ook gezet er geen vlekken op. Je hebt het één keer gewassen. Dan zijn ze grauw. Kijk, ik heb deze bij Marlies volgens mij. Hier is best wel bruin. Maar ik doe ook echt heel weinig. Hier. Ja, ik vind het mooi in de avond om lekker veel te doen. Heb ik niet een handzeepje, hè? Dit vind ik echt het lekkerste om te doen na een dag. Om lekker je op te maken en dan... Als je lekker weggaat. Anders heb ik er helemaal geen zin in. Ja, maar dus doordat ik geen mascara hoef te doen, is het voor mij niet heel vervelend om te doen. Want mascara doen vind ik wel vreselijk. Daar werd ik ook altijd helemaal een beetje zenuwachtig van. Van dit, dit vind ik heel ontspannen om te doen. Ik ben eigenlijk helemaal niet heel moe. Ik ook niet. Nou, ik denk dat ik straks gegeten heb. Ja, dan kak je wel dan in. Dan heb ik zoiets. Maar het is niet het gevoel dat ik... Nee, ik ook niet. Dat ik de hele nacht heb overleefd. Nee, ik ook niet. Maar ik heb op het strandje ook heel even geslapen. Ik was heel even in slaap gevallen. Nee, ik ook, maar dan was 3 minuten. Nou, wij hebben ons helemaal klaargemaakt. Ik heb dit setje aan van Lovies. Het is dus niet super, super warm in de avond. Dus we gaan kijken of dit warm genoeg is. Ik ben heel benieuwd. Maar het wordt warmer. Ja, het wordt wel warmer. Maar ik heb gewoon even dit aan. In ieder geval lange mouwen. Heb jij de sleutel van de kamer? Nee. Maar die ligt hier. Ja. Let's go. Oké, we zitten echt bij een heel leuk restaurantje. We zitten wel binnen, want... Het was heel erg druk met reserveren. En we hebben allebei vis besteld. En we hebben nu even lekker garlic bread. Het is heel lekker. Mijn camera is alleen niet scherp. Mm. Ik dacht dat de tomaat zo op zou zitten. Ja, ik ook. Leuk. Ja, dat gaat in. Ook in de moeite door natuurlijk. Heel goed uit. Nou, mama en ik hebben allebei hetzelfde. Wat is het eigenlijk ook weer? Ja, ik kom even niet op Nederlandse woord. Ja, zeton. Met ook een pimentos. En pimentos. Heel lekker. Wij gaan lekker eten. Het ziet er ook wel lekker uit. Chocola dan. Het ziet er wel heel lekker uit. Oh, speculoos. Die had ik willen proberen. Hey, cocobom. Nee, ik hou eigenlijk niet van kokos zo. Alleen om mijn huid. Alleen om mijn huid. Nou, het eerste ijsje van de vakantie is een feit. Is dit weg? Nee, maar dat, het is helemaal... Mijn scherm tript helemaal, maar ik denk door het licht. Nou, wij gaan in ieder geval slapen. Welk cijfer geef je de eerste dag? 10. Nou ja. Nee, dan kan, het niet, nee, dan kan je het niet meer overtreffen. Een 10 is wel echt hoog. Oké. Een 8,5. Nou, ik wil zeggen 9 min. Het komt gewoon in de spiegel. 9 min. Ja, nou, wij gaan er vandoor. Doei. Good morning. Het is vandaag zondag 2 juni. Weet je wat heel handig is? Eerste dag is 1 juni, tweede dag is 2 juni, derde dag is 3 juni. Wat? Is er handig? Okay. Nou, het is dus vandaag zondag 2 juni. Het is nu 9:30 en we gaan zo lekker ontbijten. Het is nu nog wel best wel een beetje koud. Dus ik denk dat ik even een trui eroverheen ga doen. Is dat raar? Ja, ik zou iets eroverheen doen. Ja, ik doe even een trui aan en dan gaan we daarna lekker naar het strand toe. Kijk, ik heb deze hele leuke nieuwe sieraden in. Gisteren was echt een hele leuke dag. We waren wel allebei echt heel erg moe. Maar ik heb wel echt heel erg lekker geslapen. Dus dat is helemaal top. Ik weet niet of dit een nieuwe video is, anders leuk dat je kijkt. En heel veel zin in. We gaan vandaag lekker stranddagje van maken. Het is vandaag wel nog de enige een klein beetje koude dag. Ja, koude dag. 22 graden of zo. Maar als je in de zon ligt is het echt heel erg lekker. En we dachten, dan gaan we vandaag naar Palma. Maar we weten niet of op zondag alles open is. Dus we gaan gewoon morgen gaan we dan naar Palma toe. En dan kunnen we gewoon vandaag lekker op het strand liggen. Want ik kan wel echt even lekker een kleurtje gebruiken. Dus dat is een beetje de planning voor vandaag.
Ik wil heel even een trui aan voorbij het ontbijt. Beetje gek met de rest van mijn outfit. Maar ja, ik had er echt niet goed over nagedacht dat het toch best wel fris zou zijn. En ik ben heel eigenwijs. Dus ja, het is ook een beetje mijn eigen schuld. Maar het maakt niet heel veel uit. We gaan morgen naar Palma en daar zit ook Sarah en dat soort dingen. Dus misschien koop ik dan wel even wat lange broeken. Of wat topjes. Ik moet eventjes kijken. Maar ik had thuis best wel veel kleding. Maar ik wilde er gewoon niet aan toegeven dat het in de avond heel koud zou zijn. Dus ik had gisteren met die lange mouwen was eigenlijk perfect. Maar korte broekje was best wel koud aan het einde. Maar maakt niet uit. Nieuwe dag, heel veel zin in. Heel lekker. Lekker fruit. Echt heel lekker uit. Kijk, we beginnen lekker met een yoghurtje. Je hebt lekker fruitje. Heerlijk. En een cappuccino. Helemaal zin in. Apart de melk doen. Geen schuim. Nee, maar nee, het is een appel. En dan mag je me nu voor gek verklaren wat er nu uit mijn tas komt. Proteïnepoeder. Nou, jij hoeft hier na de hele dag niet meer te eten. Denk ik. Oké, wij zitten weer in de auto. We zijn net even op de markt geweest van Alcudia. Dat is op zondag en op dinsdag van 9 tot 2. Het was wel echt een hele leuke markt. Het was echt leuk om even naartoe te gaan. Zeker. Het is wel heel veel hetzelfde. Dus ja, je hebt hele leuke winkeltjes, marktkraampjes eigenlijk. En je hebt ook allemaal ja, zadige en Voltaire tassen en Jacquemus tassen voor heel weinig. Nep natuurlijk. Maar ja, heel leuk om even naartoe te gaan en heel veel sieraden. Maar alles was dus hetzelfde. En we zitten nu in de auto, want we gaan naar Playa de Muro. Als je het zo uitspreekt. Geen idee. Dus dat is even een kwartiertje rijden. En dan gaan we lekker op het strand liggen. Zin in. Het is hier heel druk. Oh ja, en op die markt hebben ze ook een soort, ja, allemaal voetkraampjes. Dus je kan ook lekker fruit halen en allemaal dat soort dingen. Aanrader. En het zat echt voor ons hotel. Letterlijk in de straat van ons hotel. Voor ons rijdt dus zo'n grote touringsbus. Alleen de achterklep staat nog open. We rijden er echt al 5 à 10 minuten achter. Kijk, met allemaal koffers erin. En hij rijdt gewoon 80 km per uur over de weg. Oh, hier mag hij 90, ik ben benieuwd. Kijk, daar gaat hij met die achterklep. Oh. Oh. Nou, wij liggen bij Playa de Muro. Het is een heel erg dun strand, smal strand. Dun. We hebben lekker parasolletje. En kijk, hier is de zee al. En het was 14 euro voor 2 beetjes en een parasol. En hier is ook weer heel mooi blauw water. Echt een heel mooi strand. Dus we gaan nu lekker de hele dag bakken. We waren op het strand. Maar... Nou oké, dit is de enige een beetje slechte dag. En het werd echt heel koud. Dus we hebben een stukje gaan rijden. Toen heb ik een nieuwe broek gekocht. Maar we denken gewoon dat het... Ja, het is niet koud, maar... Als je op het strand ligt, waait het heel hard. Dus we gaan nu gewoon terug naar Alcudia. En dan gaan we daar gewoon even lekker nog winkeltjes kijken. En op het terras zitten. Wat eten, wat drinken. We denken dat dat een beter plan is. Zullen we denken of de band lekker ging? Of de bus. We denken dat dat een beter plan is dan nu op het strand te liggen. Ik ben wel de zee in geweest. Net voordat het heel koud werd. Dus dat was een topplan. Toppie top. Maar je doet nu alsof het heel slecht is. Nee, pas op. Het is niet heel slecht, maar het is niet lekker om nu op het strand te liggen. Met het hartstikke mooi. Nu moet je echt stoppen. Wat een twijfel. Anders had ik dat met de pak niet gehad. Nou, dus het is ergens goed voor. Ja, en ik mijn leuke roze. Nou, we hebben even snel ons omgekleed. En we gaan nu eventjes een rondje lopen. Flaneren. Flaneren in de zon.
En even wat lekker wat eten. We hebben ook nog niet geluncht. Het is 5 uur. Eventjes wat kanen. Maar ik moet weer wachten hoor. Wie moet er ook altijd op zijn moeder wachten? Nou, wij zitten even lekker en we gaan dus dit tapasje nemen. Dus het is allemaal verschillende dingen, ook kroketjes, pimentos. Dus dat gaan we lekker nemen. En gisteren zaten we hier ook, heel fijn plekje. Sorry, yes. Net zo. Ik ga een slokje even proeven van jouw sangria. Jij stuurt mij wel weer wat fotootjes en een dingetje terug. Mm-hmm. Lekker, maar die andere was inderdaad lekkerder. Ja, er zat iets zoets. Sparkling ook in. Ja, op die foto word je gelijk misleid. Ik denk je dat je 6 van die dingen hebt. Oh. Oké, nou, we hebben ham, mentos, kroketjes, omelet, tortilla. Heel lekker. En een beetje brood. Heerlijk. Lekker? Heel lekker. Hola. Lekker. Hij duurt leeg. Hij duurt nog. Familie hoor. Het is wel een leuk shirt. Nou, ik ga even mijn haar feunen. Doei. We hebben ons weer helemaal klaargemaakt. En we gaan zo meteen even naar Polentja. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ja, maar we dachten even leuk wat anders. En we hebben net eigenlijk al wel een beetje gegeten. We hadden heel veel tapas. Dus misschien gaan we gewoon samen iets delen of iets anders. Maar dit is die broek die ik dus vandaag heb gekocht. En dit shirtje die had ik al. Ik weet niet of je het goed kan zien. Zo. Hij zit wel heel lekker. Dat is ook belangrijk. Ik vind hem er echt leuk uitzien. Ik ga alleen even al die kaartjes eruit knippen, want er zit er ook één op mijn kont. Helemaal alleen dan. Hier. Ja. Oké. Die ga ik er even uitknippen. Nou, we zijn aangekomen in Polentja. En het plein daar is echt heel leuk. Ik heb het alleen niet gefilmd. En we zitten hier nu op een plekje om even wat tapas te eten. We hebben vandaag wel wat tapas gegeten, maar later. Toch? Ja. Het is nu alweer veel later. Dus we gaan lekker tapas eten. En ik heb dus net een nieuwe broek gekocht. Je tas is niet vies aan de onderkant, toch? Die ga ik straks even laten zien. Lekker! Nou, en de volgende hapjes zijn ook gearriveerd. Bon appétit, mami. Ik neem lekker even een pimentos. Nou, dat zei je toch? Het mag gezien worden. Mmm. Die zijn lekkerder dan vanmiddag. Dat kan ik je wel vertellen. En niet een beetje ook. Ik denk dat die van vanmiddag al heel lang in de bak lagen. Mmm. Mm. Heel lekker. Echt zo lekker. Ik ben wel blij dat je de kip. Nou, we hebben nog iets gekregen. De kip teriyaki. En het is echt heel lekker. Het lag wel mooi op dat bord, nu niet meer. Echt heel lekker. Het is een hele zachte kip. Echt een goed verhaal. Nou, het is dat je het zelf niet bedacht hebt, maar het was wel een heel leuk restaurant. En dat is ook belangrijk. En dat ik dan zo'n blunder maak, dat maakt dan niet uit. Dat maakte het extra leuk eigenlijk. Toen konden we nog een beetje lachen, ja, want toen was het nog leuk. Toen kwamen we thuis, hup, wegsfeer. Ik ga even die tandjes poetsen. Morgen hoop ik op een beetje zon, want anders ga ik naar huis. Ik heb mijn make-up eraf gehaald, maar ik ga ook eventjes mijn gezicht reinigen. Zo. En morgen gaan we dus naar Palma de Mallorca, naar de hoofdstad. Of ja, is dat de hoofdstad? Geen idee. En daarna misschien nog naar het strand. We moeten even kijken. In ieder geval heel veel zin in. Maar ik ga heel even mijn gezicht goed reinigen. Want op vakantie is mijn huid altijd echt heel slecht.